De vorige keer in Supporten van Elkaar maakten we kennis met Sandra en haar zoon Wesley. Hij is heel onzeker en dat vind ik wel jammer, want hij kan het wel. En kwamen de Dolfianen met een uitstekend idee voor hun wijk. Samen de avondvierdaagse als buurt Dolfianen lopen. In Supporten van Elkaar volgen we een groep Enschedeërs die het niet makkelijk heeft. Ja, ik wil werken. Ze proberen hun leven te verbeteren. En dat gaan wij op de voet volgen. Officieel moet hij op een sport, maar ja, krijg hem maar eens te heen. Ik wil graag een grote woning. Ja, het zit dus met de postcode door te rijden, toch? We halen de deelnemers hun doelen. Nou, we gaan avondvierdaagse lopen. Gewoon, dat is goed. Volg wekelijks hun overwinningen en tegenslagen in Supporten van Elkaar. De Oostgroep van Supporten van Elkaar heeft een bespreking over het samen bewegen met hun wijk Dolfia. Wat deden jullie dan met de groep? Gewoon wandelen. En dan sprak je af en dan één keer in de week met elkaar. Ja, één keer in de week. Nee, carnaval staat gewoon. Hetzelfde, want jij had het initiatief vorige keer. Wie wil er mee wandelen? Ik wandel altijd. Wie gaat er met mij mee? App mij. Die hond moet eruit. Maar is dat plan om de avondvierdaagse te gaan lopen met Dolfia? Is dat dan nog steeds concreet? Ja. Nou, een doel kan zijn. We gaan avondvierdaagse lopen. Gewoon, dat is goed. Ja. Dan kun je dus beginnen met het wandelen op de donderdagavond, bijvoorbeeld. Als je zegt, nou, ik heb altijd gewandeld, toen best leuk, het bestaat niet meer. En jij zegt, nou, ik wandel met de hond, loop maar met mij mee. Dan hebben we toch een match. Ja. Maar is er een soort buurt, is er een buurt, iets van Dolfia waar je dat in kunt zetten? Ja, nou, we hebben wel een buurt, even, is er wat... Als de politie langtreedt of zo. Ja, maar jij zei net toch dat je een hoop gegevens had. Ja, natuurlijk, van alle nummers. Maak een wandel-app en dat moet geen vergaarbak worden. Maar je zegt donderdag, over een uurtje gaan we vertrekken vandaag. Danny dan. Zeg jij... Op het moment zou ik het niet echt weten, maar... Nee, zou jij mee willen wandelen? Wel, op zich wel, ja. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, onze wandelgroep uit vrouwen bestond. Ik ga niet als enige man mee lopen. Dat snap ik. Dan leef ik lekker tussen. Als wij nou gewoon in ieder geval zeggen, nou, aanstaande donderdag gaan we wandelen. En als jij een app aan kan maken en dat gewoon ook daar zo inzet, donderdag gaan we wandelen. Wie mee wil, gaat mee. En wie niet mee, gaat niet mee. Ik heb vrijdagochtend een gesprek met de dokter gehad en vrijdagmiddag om kwart voor 200 spoed en Marie gaat. Dus ik doe momenteel helemaal niks. Nee. Maar ik ben niet verantwoordelijk als straks niemand op... Nee, zeker niet. Maar zou je dat nog kunnen ondersteunen met een foddertje of zo? Of zeggen we maken een dingetje door de boven? Dat zou helemaal mooi zijn. Ja, voor mensen waar ik ook geen nummer van heb. Nou, dan doen we dat toch. Stel dat er nou zoiets zou komen. Ik wil ze niet horen. Dan doen we dat toch. Maar we toch gewoon zo'n fluitje supporten voor elkaar. De Dolfia de avondvierdaagse lopen. Zo gezegd, zo gedaan. Al snel zijn er folders gemaakt ter promotie voor de avondvierdaagse. Chantal en Tamara verspreiden de folders samen met de kinderen. Hopelijk krijgen we snel een aantal aanmeldingen voor de avondvierdaagse. Goed gedaan, toppers! Het Enschedese schoonmaakbedrijf Asito komt langs bij de Zuidgroep om de deelnemers kennis te laten maken met schoonmaken. Je hebt een wondje. En er is iemand met een enorm virus, het last van de diarree. Ja. En dan, als je dan gaat schoonmaken en je hebt een wondje aan je vinger, dan kun je een virus oplopen. Of je zelfs iets van, god, ik wil toch wel eens kijken of het schoonmaak wat voor me is. En je wilt een dag meer lopen. Meld je aan. Schroom je niet, wel mij gerust. Na de presentatie heeft één iemand wel interesse in een baan als schoonmaakster. Namelijk Judith uit Venezuela. Ze ziet alleen één probleem. Ze heeft de Nederlandse taal nog niet goed onder de knie. Maar daar heeft Asito een oplossing voor. Op de universiteit, waar ook wordt schoongemaakt, en dat weet ik van jouw collega, is dat ze ook
taalles gegeven wordt. Dus vanuit het werk dat je daar doet, in de schoonmaak, ook een stuk opleiding, dus taal. Ik heb ook één Spaanse dame, heb ik te lopen, en die praat dus ook Engels met ons. En die staat dan wel weer Nederlands, dus dat is dan wel weer grappig. Dus, maar zij gaat dus ook naar Nederlandse les toe. Ja. Ja, ik wil. Misschien een dagje proefdraaien. Ja, ga je eens kijken van hoe je het vindt. Dus ervaring opdoen, vind ik het leuk. Maar we hebben ook wel mensen die we aannemen en die zeggen van ja, ik vind het echt niet leuk. Nee. En ik is gewoon alleen mijn thuis. Ik nooit. Maar ja, dit is dan werk, hè? Dit maar is wat anders als je werkt in schoonmaak. Dat is je thuis maak je ook wel schoon. Proefdraaien is altijd goed, hè? Je kunt altijd een dagje meelopen. Dan kun je kijken of het wat is. Het is niet gelijk dat je daar moet beginnen. Maar het is wel een hele mooie werkgever en een goede toekomst ook voor je. Ja, en voor de voor je collega's. Ja, en die taal. Willy en cameraman Kars zijn onderweg naar de sporthal aan de Geesinkweg. We gaan met de Zuidgroep sporten in de hal. En we speciaal even kijken naar Sandra en Wesley. Dat zijn moeder en zoon, twee deelnemers. En vorige keer hebben we al buiten gesport. En toen hebben we al wel een beetje gezien dat Wesley eigenlijk qua leeftijd een stuk ouder is dan de rest van de kinderen uit deze groep. Ja. Dus ga vanmiddag eens even kijken of we daar wat extra aandacht aan kunnen geven om te proberen om hem eigenlijk in de groep te houden. Marcel en Daphne zijn al bij de sporthal. Onze kleine supporters krijgen nieuwe shirtjes van supporten van elkaar. En ook Wesley en Sandra zijn aangekomen bij de sporthal. Dit is een hele goede oefening als je last hebt voor je onderrug. Is dit een hele prima oefening voor. Onder begeleiding van Marcel gaan onze deelnemers sporten. Maar al snel blijkt dat Wesley niet mee wil doen. Marcel komt met een idee om Wesley toch aan het sporten te krijgen. Weet je, hij heeft wel power. Hij is wel sterk. Ja, zeker. Als hij allemaal krachtdingetjes met hem zou doen, dan... Dan moet je volgende keer een beetje met gewichtjes en dat soort dingen. Dat is specifiek voor hem. Dat vindt hij ook leuk. Ja, natuurlijk. Ja, weet je, ik heb wel gewichtjes en zo heb ik allemaal wel. Ja, dat is... Ja, goed. 4 kilo heeft hij. Ja, een zware bal. Ja, hij heeft hartstikke veel power, dus dit soort dingen. Ja, lekker zo. Dennis, pak dat contract maar vast. Hier, ik heb er weer één ontdekt. Hier, laat maar zien. Hier, help haar. Ik ben er wel trots voor dat hij al een paar keer maandag meegaat. Ja. Eerder liep hij voor alles. Ja. Ja, ik zie dat hij dit leuk vindt. Dus, Ja, zeker als je hem aanmoedigt. Ja. Dan wordt het alleen maar positief. Ja. Ja. Thuis ben ik ook heel positief. Ja. Je moet altijd even kijken, waar zijn ze het beste in, hè? Ja. En als je aan dat touwtje gaat trekken en ze vinden het leuk, dan komt het eigenlijk vanzelf. Ja. Eens kijken waar we mee kunnen. Want nu ook is hij hartstikke actief. Ja. Ja. Officieel moet hij op een sport, maar ja, krijg hem maar eens erheen. Kogelslingeren. Ja. Dat zal wat zijn. Ja. Of dat je gewoon zegt van nou, ik ga prima om 6 uur beginnen, half 7 beginnen. Dat kan ook. Wil je zelf merken, hey, dat gaat me wat makkelijker af. De volgende keer in Supporten van elkaar
heeft Judith een kennismakingsgesprek bij Assito. Ja, ik wil werken. Gaan de Dolfianen samen trainen voor de avondvierdaagse? Voorzitter, is het voor bijzitter. Ja. En laat Amina zien waarom ze wil verhuizen. Het is te klein, het, is, het wordt niet meer onderhouden. Mijn man die slaapt zelfs met handschoenen. Serieus? Ja, echt. Ja.